Vandaag bij mij aan tafel wethouder van Den Haag Saskia Bruines, presentator en cabaretier Fred Zuiderwijk. Hij komt met een nieuwe voorstelling. En mentalist Richard Stoker. Hij is bezig met een magische tv-show die in tientallen landen zal worden uitgezonden. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, fijn dat u weer kijkt naar de wekelijkse talkshow van Omroep West over politiek, ondernemerschap, kunst en cultuur, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Voor onze kijkers is hij geen onbekende, want deze duizendpoot kan muziek maken, staat op het toneel als cabaretier en presenteerde meerdere programma's op deze zender. En een van de bekendste en leukste programma's was toch wel Haagse Iconen. Ja. Maar ik voel me nou meteen een prins. Ja, je bent wel echt een prins. Ja. Ja, zo voel je ook. Ja. Ja, Frits Zuiderwijk. Ja, bijzonder als ik dit weer zie. Nou hè, ja. En na 76 afleveringen stopte je met het programma. Ja. En nu, 10 jaar later, ga je ermee het toneel op. Ja, bizar verhaal is dat. Ik werd uitgenodigd door de bibliotheek Nieuw Waldeck. En dat is een cultureel anker, die hebben ook wat meer budget. En die zeiden, het zou wel leuk zijn als jij gewoon een gesprek aangaat met een bekende Haagse icoon. Gewoon heel back to basic, een tafel, 2 stoelen, geen beeld, geen geluid. En dat heb ik gedaan met Karel de Rooij. Ja. En dat bleek zo'n succes te zijn, dat we hadden 1,5 uur de tijd. En na 1,5 uur kwam die dame van de bibliotheek en zei, Fred, je zit al aan de tijd. Je moet het publiek nog even wat vragen laten stellen. En die mensen hebben zo'n mooi verhaal. Ik stuur alleen maar. Ja, je gooit er een kwartje in. En er komt €30 uit, weet je wel. Dus het gaat allemaal vanzelf. En toen zei Karel maar de zijn dan, al, die, zijn dan die mensen die je 10 jaar geleden in de uitzending had, ga je die dan nu terughalen? Ja, is het dan nu 10 jaar later? Ja, ik ga ze terughalen. Okay. En ik heb al contact gehad met Mark Rutte. Maar die zat natuurlijk in de formatie en het gedoe. En die gaat waarschijnlijk in maart acte de passant geven. Maar even terugkomen, want Karel Rooij zei toen al, ga het theater in. Dit is een onwijs mooie formule. En daar kwam er niet van, dan heb je druk, dan blijf je dus helemaal aan aarde hangen. Toen heb ik het 2e jaar Ridder Gerritsen gedaan, de bassist van de Colin Eerie, vreselijk gelachen. En afgelopen maart Spike van Direct. Ja. En het was Loosduinen. En Loosduinen is met alle respect een klein beetje een belegen stadsdeel. Ja, daar wonen wat oudere mensen. En wij kwamen de zaal in en toen keken we samen met Spike tegen een berg aan van grijze permanenten. Toen Spike zei, Fred, wat heb je nou weer gedaan? En toen bleken die mensen hem allemaal te kennen van het programma Maestro. Ja, dat heeft hij namelijk gewonnen. En we hebben en ontzettend gewonnen. Gelachen. Zo ja. Is het. Ja. En nou, van de een komt het ander, gesproken met Diligentia. En we gaan 3 december de eerste doen, als een soort van pilot. Wil ik straks alles over weten. Ja. Mijn tweede gast, die treedt op over de hele wereld. Hij werkt hard aan zijn magische tv-show die in 80 landen zal worden uitgezonden. Het balletje ging sneller rollen toen de bekende mentalist Uri Geller hem meerdere keren terugvroeg voor zijn pistolenact. 3 revolvers. 2 niet geladen. 1 geladen met een dodelijke kogel. 1 van jullie zal schieten op de schietschijf achter mij. 2 van jullie zullen schieten op mij. Van 5 naar 0. En direct met kracht de trekker overhalen. Komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1, 0, vuur! Veiligheidsposities. Dankjewel. Ja, Richard Stoker, we hebben het natuurlijk heel erg ingekort voor dit programma. Leuk om terug te zien. Oh, dat was wel spannend, hè? En die Patty, die slaapt er denk ik nog niet van. Nee, want er zat er nog een stuk voor dat ik telde af van 5 naar 0 en bij 1 zeg ik stop. En toen had ik Patty en iemand anders verkeerd omstaan nog. Dus stond hij wel op mij gericht. En dat zat hiervoor nog. Dus ja, niemand durfde meer af te drukken.
Dus nou, ja, heb je wel het voordeel dat als Patty op je schiet, heb je nog wel kans dat het dat ja, ze je toch niet raakt. Je zag maar het ook blijft risico. Ja, hey, blijft risico. Hoe belangrijk was het voor jouw carrière dat Uri Geller zo'n belangstelling voor je toonde? Nou, in zoverre dat Uri Geller heeft het mentalisme in Nederland aan de man gebracht. Want ja. Nederland was vroeger een goochelland. We hadden Fred Kaps, Richard Ros, ga zo maar door. Dat is daarna zeg maar in een soort verval gegaan. Andere landen bleef magie in de cultuur zitten. In de cultuurzin. En dat in Nederland niet. En als je dan zei, ik ben mentalist. Wat is dat dan? Ja, kan je gedachten lezen? Kan je hypnotiseren? Nee, het valt ook onder de goochelkunst. En toen met de Uri Geller Show werd het in Nederland bekend dat het ook goochelen was, maar meer met de mind. Dus voor jou echt wel iemand die belangrijk is in je leven? Ja, zeker. Zeker. Ja. En mijn derde gast, die is inmiddels alweer 8 maanden de wethouder. Kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs van Den Haag. Ze nam het stokje over van Ingrid van Engelshoven toen die naar de Tweede Kamer vertrok. En dat had wat voeten in de aarde. Benoemd is mevrouw Bruines, gefeliciteerd met deze plek. Saskia Bruines kwam opgelucht ademhalen. Ze haalt de meeste stemmen. En teleurstelling bij haar opponent, Rachid Ghennoui. De strijd om de wethoudersfunctie is een harde geweest, erkent ook de wethouder. Nou, het waren wel even spannende weken. Het is ook allemaal heel snel gegaan. En we hebben nu de stemming gehad en we kunnen nu aan de slag. Ja, ik ben teleurgesteld. Ik had gehoopt vanavond wethouder te worden in deze prachtige stad. Dat is niet gelukt, maar de raad heeft besloten en die beslist. Ja. Saskia Bruines, welkom ook. Dankjewel, dat Frits. Was wel even spannend, ja. Ja, dat was het wel. Eigenlijk onverwacht. Toch? Ja. 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 Maar dat word je dan. Je wint. Hoe werkt dat dan nu? Is dat dan dat je denkt van ja, er waren toch 20 mensen die hebben voor die ander gestemd? Of is het gewoon winner takes all en we gaan? Nou ja, eigenlijk is het daarna gewoon heel gewoon geworden. Net alsof dit voor mijn gevoel eigenlijk niet gebeurd was. Het is natuurlijk een hele rare situatie geweest. Want je stelt een procedure vast en dan hou ik me eigenlijk altijd wel gewoon aan hoe dat gaat. Dus ik was voorgedragen door de fractie en dan blijkt er opeens nog een kandidaat te zijn. Maar goed, dat kan gebeuren. Het mocht allemaal, maar, er is een stemming geweest. Maar zeg je nou eigenlijk, die ander hield zich niet aan de afspraak? Nou ja, kijk, als je unaniem bent voorgedragen, want dat was ik, dan is unaniem. En opeens was dat niet unaniem. Dus het is wel raar als dat opeens niet zo is. Dus, maar goed, het is gegaan zoals het gegaan is. En ik heb eigenlijk sinds ik daar ben, ik heb me heel erg welkom gevoeld door alle partijen. En ik ben gewoon lekker aan de slag gegaan en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Kan niet inmiddels zeggen. Alweer 8 maanden wethouder dus. Hoe bevalt dat? Want voor jou is het niet helemaal nieuw natuurlijk. Nee, het bevalt ontzettend goed. Ik vind Den Haag een geweldige stad. En ik was hier al wel een beetje thuis, omdat ik hiervoor ruim vier jaar wethouder in gemeente Leidschendam-Voorburg ben geweest. Ja. En daarvoor in Amsterdam. Ja. En daar heb ik ook wel, en dat was zo rond de 2000, periode 1998-2002. En daarna nog een tijdje raadslid daar. Dus ik ken het besturen van de grote stad. Ja. En ik ken inmiddels deze regio ook heel goed. En wat is er dan echt heel erg anders in Den Haag dan in Leidschendam, Voorburg of dan in Amsterdam? Als je Den Haag en Amsterdam vergelijkt, dan zijn allebei grote steden met allebei een stedelijke problematiek. Amsterdam is natuurlijk nog wel iets groter, maar het is wel een heel ander type stad. Vanuit de geschiedenis natuurlijk ook al. Amsterdam is natuurlijk echt een koopmanshandelsstad. En Den Haag is eigenlijk altijd een regeringsstad geweest. En dat zie je ook gewoon in de economie, in de samenstelling van de bevolking. Maar ook geografisch is het anders. Amsterdam is een stad met een centrum en concentrisch daaromheen de verdere uitleg. Ja. Den Haag is eigenlijk een stad die natuurlijk gebouwd is op de zandruggen. En daar verschillende dorpjes. En die zijn ook langzaam tot een stad aan elkaar gegroeid. Ja. Dus het is een heel ander type stad. Maar de stedelijkheid is in Den Haag steeds meer. Ik vind dat er heel veel gebeurt aan in Den Haag ook. En ik vind het ook heel fijn om samen met Amsterdam en Rotterdam en Utrecht en Eindhoven ook een hele goede samenwerking te hebben. Want dat is wel heel erg belangrijk. Want het is ook maar weer een klein land. Ik heb natuurlijk internationaal in mijn portefeuille. Ja. En als ik mensen uit Amerika of andere kant van de wereld spreek, die zeggen Nederland. En ja, dan heb je verschillende steden. Maar voor hun is dat gewoon één stedelijk gebied. Ja. En dan zeggen van Rotterdam is 10 minuten een kwartier reizen. Is dat dan een andere stad? Ja, dat is bijna niet te begrijpen voor buitenlanders. Dus het is heel belangrijk dat we als Nederland en als verschillende steden voor onszelf, maar ook met elkaar het land weer vooruit helpen, zeg maar. Nou, je doet internationaal, daar kom ik straks nog even op terug, maar je doet ook onderwijs. Ja.
En de gemeente, dus jij, hebt met schoolbesturen en andere organisaties in de stad samen een plan gemaakt voor het Haagse onderwijs met als doel om het Haagse onderwijs te verbeteren. Ja. Wat is de kern van het plan? Eigenlijk wordt elke vier jaar weer even goed gekeken met gemeenten en schoolbesturen en kinderopvangorganisaties en iedereen die daar verder in dat veld werkzaam is. Van wat zijn nou de opgaves voor de komende jaren? Wat spreken we nou met elkaar af? Wat is er nodig voor het onderwijs in Den Haag? Dat is eerder gebeurd en nu zijn we weer naar de nieuwe periode van vier jaar aan het gaan. Dus dat is nu actueel. Volgende week heb ik daar nog een laatste gesprek over met de onderwijsbesturen. En dan gaat dat weer voor vier jaar gelden. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, wat belangrijke onderwerpen zijn, het gaat over heel veel. Wat echt belangrijke onderwerpen zijn op dit moment is, hoe zorgen we dat alle kinderen in de stad, waar je ook vandaan komen, optimaal de kansen kunnen benutten die ze krijgen. Dus zo goed mogelijk onderwijs krijgen, maar ook waar ze soms ook een lagere kansen hebben om ook door te stromen, doordat ze bijvoorbeeld een taalachterstand hebben of omdat ze uit een gezin komen waar niet de begeleiding is die andere kinderen wel krijgen, om die zo goed mogelijk verder te helpen. Maar dat is één punt. Dat een doel is waar we het allemaal over eens zullen zijn. Maar daarom niet minder belangrijk. Maar wat moet er gebeuren? Dat betekent dus dat we ook met de scholen en de gemeente afspraak maken dat er welke extra programma's op het gebied van voor- en naschoolse opvang, extra lessen, weekendscholen, zomerscholen, goede informatie en begeleiding ook soms van ouders. Van hoe lees je met je kind, hoe speel je goed met je kind. Ja. Nou, allemaal van dat soort dat dingen. Dat wordt vastgelegd in een plan. Dat wordt vastgelegd in het plan. En als je nou, want we hebben het over onderwijs, dus welk cijfer zou je het Haagse onderwijs nu geven? Nou, ik vind het Haagse onderwijs heel erg goed. Er is de afgelopen jaren verschrikkelijk veel geïnvesteerd in de scholen die zwakker waren, echt weer goed op kwaliteit te krijgen. En dat is heel goed gelukt. En ik ben echt positief verrast ook en aangenaam over de hoeveelheid en de enorme betrokkenheid en hoeveelheid aan programma's en acties die hier gebeurt. Een 7,5. Ik denk wel een 8 of een 8,5. Een 8,5. Ja. Dit nieuwe plan, moet het dan nog hoger? Als je niks doet, ik ga je altijd geen 10, hoor, niks doen is achteruitgang. Dus dat vind ik altijd. Dus je moet met elkaar scherp blijven, ook op de nieuwe uitdagingen. En dat is onder andere ook het grote verschil tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt die er is. Dus kinderen worden niet opgeleid voor de banen die er zijn. En de aansluiting tussen de onderwijs en het arbeidsmarkt is niet goed. Dus dat betekent werkeloosheid, weinig kans op een baan. En wij willen eigenlijk heel graag dat iedereen een goede opleiding volgt en daarna ook aan het werk kan komen. Nou, dat vergt echt een hele grote uitdaging. En het leren aan Richard, jullie hebben allebei op school gezeten in Den Haag. Hoe denk je dat het momenteel is met het Haagse onderwijs? Nou ja, ik was een vrij trage leerling, dus ik heb heel lang op school gezeten. Wat ik een beetje mis in het geheel, en je moet me maar corrigeren als ik het mis heb, dat is cultuuronderwijs. Ik denk dat dat ook wel een hele nieuwe boost nodig heeft. Ja. Dat de muzieklessen weer gewoon op school terechtkomen. We zijn volgens mij al goed bezig met schoolzwem, heb ik begrepen. Dat is weer hersteld. Dat was ook een tijdje weg. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Cultuur voor ontwikkeling, muzieklessen voor ontwikkeling. Het is bewezen dat kinderen zich daar heel goed mee ontwikkelen met muzieklessen. Dus, en dat mis ik nog wel eens een beetje. Of zit ik wel mis? Nou, je zit wel een beetje mis. Ik bang. Maar ik ben het een beetje eens, want dat kan altijd meer. Ja. Ik ben jarenlang voorzitter geweest van de brancheorganisatie landelijk, die juist hiermee bezig is geweest. We hebben heel hard gewerkt om het muziekonderwijs en het kunstonderwijs echt weer standaard terug op school te krijgen. Dat is nog niet helemaal het geval. Maar er zijn wel hele mooie programma's met cultuurschakel en alle culturele organisaties in de stad. Ook het Nationaal Toneel met een hele aanpak. Ja, want Den Haag Nationaal heeft natuurlijk veel te bieden. Geweldig. En daar gebeurt echt heel erg veel op scholen. Ook op scholen waar vaak ook wel veel kinderen zitten die wat minder van huis uit meekrijgen. Ook na school. Ik vind dat er hele mooie dingen gebeuren, maar ik ben het met je eens. Eigenlijk zou gewoon in het hele curriculum standaard muziek en theater en misschien ook wel beelden. Maar zo is er wel heel erg veel wat we ook allemaal willen. Maar zit dat wel in jouw nieuwe plan? Richard, zit zeker in het nieuwe plan ook. Ik heb ooit een plan gemaakt met een wiskundeleraar en een wiskundeprofessor. Om zeg maar het wiskunde natuurkunde sexy te maken aan de hand van goocheltrucs. En dat is heel erg mogelijk. Dus ik geef maar een voorbeeld dat een jongen die opgesloten zit in een kamer, dat hij niet weet waar die is, aan de hand van een knikker, als hij die laat vallen, kan achterhalen waar die zit. En dan maak jij niet alleen maar die simpele parabolen, wat niks zeggend is,
maak je gewoon tot een soort van Harry Potter-stijl-achtig iets waarbij, ja, waarbij je... Een escape room. Waarbij die kinderen zien ze van dit is cool, dit is gaaf. Ja. En ze dan nog steeds die wiskunde natuurlijk moeten oppakken. We hebben het meerdere keren aangeboden, maar het is iedere keer helaas tot niks gekomen. Nee, je weet het niet. Want ik vind dat dus echt geweldig. En er zijn echt zoveel voorbeelden. Dat is hetzelfde, ook wel tafelstampen kan je ook heel goed al zingend doen. Hè? Om nou even de combinatie met muziek te maken. Want dan blijft het beter hangen. Ja. Vaak zijn een combinatie van twee vaardigheden of twee dingen die je meemaakt. Je ziet iets of je voelt iets en je leert het tegelijkertijd. Dit wordt mooi, toch? Misschien komt het wel inderdaad. Even, jouw voorgangster Ingrid van Engelshoven is inmiddels minister van Onderwijs. Dan hebben we nog meer oud-wethouders van Den Haag die in het kabinet zitten. Sander Dekker zit erin, Bruno Bruin zit erin. Hoe handig is dat? Nou ja, dat is natuurlijk best wel heel fijn dat je... En laat ik zo zeggen, het is goed om ministers te hebben die Den Haag kennen. Hè? Den Haagse kennen, weten wat hier speelt en wat hier nodig is. Zij zijn natuurlijk wel voor het hele land. En dat geldt ook voor de ministers die uit andere gemeentes afkomstig zijn. Maar ja, dat is natuurlijk... En ook voor mij, ook als omdat partijgenoot in nu D66 ook in het kabinet zit. Dat is natuurlijk altijd wel prettig als je elkaar makkelijk kan vinden. Ja, dat is zo. Internationaal, Mladic is afgelopen week... veroordeeld, levenslang. Ja. Ik geloof dat er nog 6 Kroaten in hoger beroep zitten. En als dat is afgerond, dan gaat het tribunaal weg. Dat is aan de ene kant natuurlijk goed nieuws. Want als het goed is, zijn alle misdadigers die nog te vinden waren, zijn veroordeeld. Ook wel een beetje jammer voor Den Haag, of niet? De komst van het Joegoslavië-tribunaal in 1993 is dat alweer. Heeft natuurlijk ook wel Den Haag een enorme uitstraling en naam gegeven op het gebied van vrede en rechten. En de tribunalen en de strafrechten en alle internationale ontwikkelingen. En het tribunaal heeft daar ook wel heel erg toe bijgedragen dat dat gegroeid is. Sindsdien zijn er ook heel veel vergelijkbare organisaties, maar ook richting Den Haag gekomen. Het internationaal strafhof is erbij gekomen enzovoort. Dus het heeft wel erg bijgedragen aan de internationale bekendheid van Den Haag als stad van vrede en recht. Ja. En dat heeft ook gegroeid. Dus het is helemaal goed dat dit nu is afgelopen. We krijgen nu binnenkort het Kosovo-rechtbank. Die komt dan weer nu naar Den Haag toe. Dus het is inmiddels wel, Den Haag is wel bekend als de stad waar zeg maar, de grote vraagstukken en rechtszaken op het gebied van de wereldvrede plaatsvinden. Ja. En dat is denk ik ook heel goed. Want ik hoor ook dat men ook heel veel aan elkaar heeft op dat punt. En dat wordt ook herkend. Dus dat zal ook zo blijven. Want heeft het ook gewoon qua banen veel opgeleverd voor Den Haag? We hebben onlangs een onderzoek laten doen, of dat wordt eens in de zoveel jaar herhaald, over de... economische spin-off van het hele internationale sector. En dat is dan nog wat breder dan alleen de hoven en de tribunalen. En dat groeit exponentieel meer dan de reguliere werkgelegenheid. Ja. En met directe banen, maar ook zeker de helft indirecte banen. Dus dat zijn zeg maar afgeleide banen die doordat die hoven en die dingen en de organisaties en de UN-organisaties hier zitten, Verenigde Naties. Heeft dat veel effect voor de economie? Blijkbaar een goede keus geweest, Fred, om in te zetten op de internationale stad van vrede en recht. Ja, hè? Ja. Een bekend verhaal is dat, hè, Frits? Goed verhaal is dat. Ja, goed verhaal. Fred, presenteren. Ja. Cabaret, Park Road Café. Wat kan je eigenlijk niet? Je bent heel veelzijdig, hè? En we zien je eigenlijk ook altijd stralen. Ja, maar alles is ook zo alles leuk. Alles is leuk, of niet? Ja, dan moet ik nee zeggen. En dan heb je het al heel gauw druk. Nee, ik vind de diversiteit van het vak... Als je van een vak kan spreken, ja, het is een vak... Dat trekt mij zo aan. Dus zo divers. En dan sta ik weer ergens bij een benefiet een veiling te doen. En dan weer een heel belangrijk dagvoorzitterschap. TV maken, presenteren. Het is allemaal leuk. Ja. Ik denk dat jij het ook leuk vindt. Ja. Het is heel herkenbaar, toch? Nou ja, ik hou ook van die veelzijdigheid. Ja. Maar ik sta niet 3 december in het theater met Haagse Iconen. Jij nee, wel? Ik wel, ja. Dat is heel apart. Want het is eigenlijk een kindje uit ons hooghoed. Mag ik dat wel zeggen? Jouw wethouderschap kwam ik bij jou met een format. Dat weet ik nog wel. En ik wilde in eerste instantie met onbekende kleurrijke Hagenaars of Hagenezen door de stad heen lopen langs plekken waar zij een verhaal bij hadden. En toen zei jij, ik zal het nooit vergeten, laten we het programma eerst eens op de kaart zetten. En laten we het eens beginnen met bekende Nederlanders. Maar dan wel, als criterium, dat ze in Den Haag geboren moeten zijn. Nou, dat hebben we gedaan. En dat zijn inderdaad 76 geworden. Ja, 76. Dat is bizar. Ja, echt. En het was ook een feestje om te doen. En wat ik erg leuk vind, waren de reacties van Den Haag.
De insteek was eigenlijk toen om de Hagenaar of Hagenees wat meer trotser te maken op zijn stad. En op de mooie mensen die we hebben voortgebracht. Want wij waren best wel vrij nuchter. Hè? Het gaat wel een stuk beter. We zijn meer trots. Maar bijvoorbeeld Rotterdammer is onwijs chauvinistisch. Die is erg trots. Naar Amsterdam helemaal natuurlijk geweldig. Ja, we zijn vandaag best een bescheiden stad. We zijn een hele bescheiden stad. Ja. En daar hebben we wat aan gedaan. En met veel plezier. En ik moet ook zeggen dat ik in het begin was voor mij de eerste tv-presentatie in 2005. En dat was trouwens ook Karel de Rooy. Dus, en toen dacht ik, ja jeetje, toen ik op stap ging met hem. Ik moet ontzettend inlezen, die man. Want stel nou dat het gesprek stilvalt, dan moet ik genoeg voeding hebben om het weer aan te slingeren. Met als gevaar dat je ontzettend gaat inlezen en nog het leven van Karel de Rooy beter kent dan Karel de Rooy dan zelf. En ik weet nog goed dat ik vroeg aan hem, ze waren ontzettend populair in de 70 jaar in Rusland. Dat waren dus echt Rolling Stones-achtige taferelen met uit de kleedkamer meiden grillen en handtekeningen. Dat ik aan hem vroeg, meneer, was dat daar ook alweer? Ja, dan moet die man gewoon even nadenken. En dat duurde me gewoon te lang. Zei ik, dat was ergens in 1974. Ja, zei hij, je weet het nog beter dan ik. En dat is, en als dan je dan kun je het ook even sturen. Ja, sturen. Ja. En als je dan die hele en je hebt heel wat gehad. We zagen, Van Aartsen langs elkaar komen. We zagen Deetman langs komen. Rutte, Thomas Ros, Tim Akkerman. Erik Terpstra, nee, noem ze allemaal op. Ja. Met als hoogtepunt wel, zonder de anderen tekort te doen. En mijn grote held Kees van Kooten. Daar zijn we ontzettend mee bezig geweest. Toen zijn ze middelbare school, hè, was het? Ja, alles was er nog. Ja. En dan was ik wel eens jaloers, want van mij is er helemaal niks meer. Mijn geboortehuis niet meer. Maar goed, middelbare school. Fred, dat was het televisieprogramma. Ja. Nu het theater. Wat kunnen mensen daar verwachten? Ja, in principe hetzelfde. Zonder tierenlantijnen, zonder decor. Wij maken gewoon gebruik van de macht van het woord. We zitten daar aan een tafel met twee stoelen. En we lopen eigenlijk in vogelvlucht door het leven heen van mijn gasten. En de eerste gasten die ik ontvang zijn Bartje Bot en Irine Scherritsen. Nou, die hebben wel wat meegemaakt, hoor. Ja, dat is het grappige, want Bart was nou een van de weinigen die eigenlijk niet in het programma zat. Hij zat niet lekker in zijn vel. Nee, die had toen... Precies. Wat mooi dat dan nu eigenlijk... Ja, nu ga ik het recht trekken. Ja. Maar al diegenen die ik heb gemist. Ik ben ook bezig met Anouk. Ik wil Harry Jekkers. Want dat was ook nog een heel probleem. Die zat op Ibiza. Die wilde niet hier naartoe komen. Nou, hij is nu weer hier. Ik zeg niet dat het lukt, maar we gaan wel een poging wagen. En dan zetten jullie gewoon met z'n tweeën op het podium en verder niks. Net zoals jij. Je kan ook al bij me komen zitten. Je hebt ook een heel verhaal te vertellen. Maar ik ben niet geen Haagse geboren. Dat is waar, maar we hebben wel eens een oogje dichtgeknepen. We hebben ook Gerrit Zalm gehad en Frits Wester. Maar die zijn inmiddels zelf Haags. Die hebben groen geel bloed door naar de stroom. Maar vooralsnog is het eenmalig. Ja, het is een pilot. We kijken eventjes of het werkt. En als het lukt, dan gaan we in februari gewoon vrolijk verder. En dus de bedoeling dan om één zondagmiddag matinee in de maand te doen. Okay. En vervolg te geven. Dus er zijn al wat kaarten. Ja. Dus bij deze, van harte welkom. We hebben expres de prijzen laag gehouden. Omdat ik wil dat het iets is voor heel Den Haag. Dus 12,50 is de entreeprijs. Ja. Nou, dan denk ik dat dat dan wel moet lukken. Diligentie. In Diligentie, 3 december. Ja. Zondagmiddag om 3:00. Ik begin met Bart. En dan hebben we... Het zijn 1-op-1 gesprekken trouwens. Ja. Er zit een kleine pauze tussen. En met Rien Scherritsen gaan we dan de boel afsluiten. Dus echt moeten is er nog participatie vanuit het publiek? Ja. Mogen we vragen? Ja. Ik schat ongeveer de laatste 10 minuten als we aan toe komen. Dat is altijd maar de vraag. Dat ze een beetje van tevoren insturen. Ja, dan kan het publiek even reageren. Het is altijd wel leuk, hoor. Je merkt dat ook wel werkt. Weet je. Mensen zijn echt benieuwd en vinden het ook fijn dat ze kunnen ze aanraken, bij wijze van spreken. Ze kunnen ze proeven. Ze zitten bovenop, er is geen afstand. Ik heb bewust, we zijn in de zaal gaan zitten met de setting, dus niet op de bühne. Dat gebeurt in de bibliotheek ook. Psychologisch is die afstand dan er niet. Dus, en het werkt. Eigenlijk werkt. Is het één grote meet and greet. Ja, het is een soort van... meet and greet, dat kan je ook heel zeggen. Over meet and greet gesproken. Onze vlogger Tom is deze week langsgegaan bij de man die horror en magie weet te combineren. Zijn spooky show is zo'n succes dat hij binnenkort ook in het buitenland gaat toeren. Maar eerst had hij nog even tijd voor ons. En dan heb ik het natuurlijk over Hans Klok. Frits, deze bubbels en borrels is bijzonder, want ik zit naast jouw goede vriend Hans Klok. En vanavond House of Horror. Ja. Ja, wat is het? Is het eng? Wat kunnen we verwachten? Ja, House of Horror is eigenlijk een groot familiespektakel. Ja, waar kun je het mee vergelijken? Eigenlijk kun je het niet vergelijken, want op dit moment is er maar één grote reizende magic show in Europa. Maar als je het moet vergelijken, zou ik het vergelijken met een revue. Hey, je hebt een leading artist, in dit geval Hans Klok, en die laat de meest onwaarschijnlijke dingen zien. En die wordt ondersteund door een groot ensemble van dansers, assistentes natuurlijk, van Divas of Magic. Dan hebben we natuurlijk nog 5 internationaal bekroonde circus acts. En dat alles verpakt in een verhaal. Een verhaal dat we allemaal, ik samen met het publiek, opgesloten ben in een vervloekt huis.
En ik las vanmorgen eigenlijk ook nog een nieuwsje in de krant dat jij naar Duitsland gaat met jouw grote vriendin Pamela. Ja, we hebben de handen, ja, ja? Zeker, handen in elkaar geslagen. Het was eigenlijk zo dat we in september deden we een groot optreden in Duitsland voor RTL Duitse televisie. En toen eigenlijk kwam zij er zelf mee. Dus ze zei, ja, het is nu 10 jaar geleden. Het klopt, 10 jaar geleden stonden we in Las Vegas een half jaar lang. Elke avond met 2 shows. En toen zei ze, ja, ik zou dat eigenlijk best wel graag weer willen. Ook omdat ze nu tegenwoordig in Parijs woont. Dus qua logistiek is dichtbij. Ja, zo is het. Dus we gaan de aftrap is 15 shows in Duitsland. En misschien in de toekomst wel meer. Misschien ook een keer in Nederland, ik weet het niet. In deze voorstelling word ik verbrand, onthoofd, doorgespietst, opgehangen. Jee. Levend begraven, een hoop narigheid. Nou. Maar op een leuke manier. Op een Harry Potter-achtige manier. En aan het eind van de avond overleef je het altijd? Nou, tot nu toe wel. Gelukkig ja. Gelukkig ja. En gaat het allemaal zien in Den Haag, 6 en 7 december. En ja, Frits, terug naar de studio, terug naar jou. Verwacht Frits wel, hè, daar. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, tuurlijk. Toch? Kan jij hem niet het podium optoveren? Frits, je bent mijn eregast, 6 december, in het World Forum in Den Haag. Kijk, nou dat, ik kom graag. Want, is binnen. Nou ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja, want 6 en 7 is ook meteen een van de laatste keren dat hij in Nederland optreedt. Want daarna gaat hij in Duitsland toeren. Dus ja. Dat is nog wel een goede reden om te gaan. Richard Hans Klok, is dat voor jou een voorbeeld, een held? Of is het een collega? Nee, het is collega en een vriend zelfs. Ja. Het is geen geduchte concurrent of zo? Nee, absoluut niet. Okay. Nee. Ja. Dus dat noemen we altijd leuke collega's. En het leuke is, Hans is meer met illusionisme bezig. Ja. Dus meer het grote werk. En jij bent meer mentalist. Ja. Want ze noemen jou wel de gentleman of magic? Ja, zo is dat ontstaan. En, hoe word je de gentleman of magic? Ik denk door de manier van kleden, de manier van presentatie, je act doen. Je kan het natuurlijk streetwise doen met een capuchon op en een hoodie. Of je komt in driedelig pak en je gaat bij de wat meer events waarbij de, zeg maar, met het pinkje thee wordt gedronken. Ja, ja. Ja, want jij zit een beetje in die VIP-hoek. Ja, ja, dat toch? Klopt. Vandaar ook VIP Magician. Ja. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Was dat een gat in de markt of is dat je achtergrond? Nee. absoluut niet. Ik kom uit de vette klei en ook opgegroeid in Den Haag. Dus, ik begreep zelfs dat je logopedie hebt gehad om van je Haagse af te komen. Om van mijn Haagse kat nou af te komen. dat moest je toch inderdaad. Als je gewoon algemeen beschaafd Nederlands hoe praat. Hoe komt het dan dat je toch daarvoor hebt gekozen? En wat heb je daarvoor moeten doen? Nou ja, het is niet echt het kiezen. Je bent bezig met je vak. Je begint inderdaad rokerig kroegen. En uiteindelijk krijg je een bepaalde cliëntele doordat dat jij iets doet wat blijkbaar een ander niet doet. En dan word je uitgenodigd op een privéfeest. Je komt dus bij een, in plaats van een bedrijfsfeest, een gewoon bedrijfsfeest, zeg maar, bij een advocatenkantoor die dan met 25 zijn. En zo groeit dat langzaam. En dan merk je toch, dat ik moet me toch aanpassen. En wat is dan het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt? Het meest bijzondere? Ja, wat ik toch wel het meest bijzonder vind, is toch het Dubai-verhaal. Daar ben ik 3 jaar geleden voor het eerst terechtgekomen. Door een klant. En daar heb ik gelijk laten weten aan alle agenten en aan potentiële klanten van er is een nieuw magician in town, de VIP magician. En ik dacht van ik zie wel wat er van komt. En dat bleek toch wel een goede gok te zijn. Even Dubai, dan denk ik geld genoeg. Alles is groot, alles is groot. Nieuw. Ja, dat is. Je hebt daar natuurlijk het hoogste gebouw staan. De Burj Khalifa. Het zelfbenoemde 7-sterren hotel, de Burj Al Arab. Ja. Nou, als je daar binnenkomt en daar een. En daar treed jij dan op? Ja. Tegen een gigantisch bedrag. Nou, dat valt reuze mee. Ja. Maar inderdaad, de salarissen liggen daar iets, de gaasjes liggen iets anders. Maar dat komt ook omdat het leven daar duurder is. Dus
Nou, dan ben ik helemaal blij dat jij voor ons gratis een truc wil laten zien. Nou, oké. Okay. ik heb een bord voor je neergelegd, een fanbord. Wat jij mag doen is eventjes dat jij een beetje teruggaat in de tijd dat je zo tussen de 5 en 10 jaar bent. En dat je even een hele simpele tekening... Heel kort geleden. Hè? Ja, ja. Nou, maar een simpele tekening. Een tekening. Maar, ja, en dat je het me niet laat zien. Oh. Ja, en ik geef maar een voorbeeld, hè. Met simpele tekening bedoel ik dat een bloemetje, dat je dan echt, zeg maar... Dit is dan een bloemetje beetje teken of zo. Als een kind. En, nou, zo en, goed teken ik niet op mijn 5e, hoor. Maar, nee, ja. Daarom zeg ik ook misschien 10 jaar en een auto is dit. Dus ja. Bij deze, ik zal even een ander gebruiken. En dat jij inderdaad iets tekent wat jij, ja... je bent lekker aan het tekenen. Ja, ik begin wel. Dus het... Nou, dus, ik heb je namelijk geprobeerd in de tijden dat ik hier was, heb ik iets geprobeerd jou te beïnvloeden. Ik weet niet of het lukt, hoor. Dat is een beetje thema-achtig. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop. Even kijken. Dat zou wel cool zijn. Nou, ik ben wel een beetje klaar nu. Ja. Dus, nou, ik heb het gevoel jou geprobeerd te geven. En ik weet niet of je een goede tekenaar bent. Ik ben zelf niet een goede tekenaar. Maar omdat we in Den Haag zitten. Scheveningen, strand, zonnetje, strandlaken, bootje. Heb jij zoiets getekend of niet? Ja, dit is wel heel eng. Ja, dat is eng. Ik krijg echt kippenvel, weet je dat? Kijk, dus, jeetje. Dit is... Ja. Ja. Ik dacht Scheveningen, het strand... Nou ja, precies. Je hebt een schepnetje of zo? Vogels. Nee, was bedoeld als een parasol. Oh, een parasol. Nou ja, goed. Ik heb een strand, een bootje. Je hebt een mooi stroom. Nou, goed. Ja, de parasol is eigenlijk... Ongelooflijk. Dat bedoel ik namelijk slapen. Ongelooflijk. Ja, echt, hè? Nou, dat snap ik echt niet. Ja. En even voor de duidelijkheid, we hadden dus niet van tevoren afgesproken. Nee, dit is gewoon gelijk één op één. Inderdaad, er is niks afgesproken. Ik heb je alleen maar gevraagd van, nou... Ik krijg een kippenvel. Gaat er wel eens wat mis? Ja, natuurlijk. Want wat nou als jij, iets anders had getekend? Voor hetzelfde geld als ik hierop door was gegaan met wat heel veel kinderen heel veel tekenen natuurlijk. Dat huisje, is gewoon het huisje, boompje, beestje. Ja. Ja. Dus als jij inderdaad voor water en zee gaat, dan kan ik er niks van gelijk van maken. Scheveningen, dus, ja. Maar ja, ik heb het gewoon het gevoel geprobeerd mee te geven. De beïnvloeding, daar gebruik ik meerdere technieken voor. Ook je aftasten. Ja, en de ene keer, ik ben erg blij. Ik vind deze heel knap. Ja, maar nu denken mensen van, ja, misschien is het wel van tevoren afgesproken. Okay. Doe ook eens iets met jullie. Nou, Ja hoor, doe maar. Eens even kijken. Wat ik heb, uiteraard, ik ben niet alleen mentalist, maar ik ben begonnen als goochelaar, magician. En eigenlijk heeft iedereen wel, maar iedere goochelaar heeft een spelkaart bij me. Ik heb het hier ook bij me, maar ik heb ook een favoriete kaart. Dat is echt mijn favoriete kaart. Die weten jullie niet. Jullie kunnen dat gokken, maar dat is nog steeds een kans van 1 op 52. Ik ga het proberen. Ik heb mijn favoriete kaart verkeerd om zitten in het spel. Heel duidelijk. Dus alle beeldzijdes omhoog. 1 kaart verkeerd om. Ik kan er niks meer mee doen. Gaat het mis. Dan zien we het wel. 1 kaart verkeerd om. Het zou van mijn favoriete kaarten zou een rode kaart kunnen zijn. Het zou ook een zwarte kaart kunnen zijn. Jij mag de kleur zeggen. Als je zegt rood, dan heb jij nog maar de keuze tussen harten en ruiten. Zeg je echter zwart, heb je nog maar de keuze tussen klaver en schop. Dus het begint bij jou. Het is jullie taak dat het eigenlijk mislukt. Hè? Dan krijgen jullie gewoon de duim, want het lukt niet altijd. En het is mijn taak dat ik jullie weet te beïnvloeden naar mijn kaart. Ja, ja. Nou, we hebben het net over gehad dat we allebei het zwart waren. We misten wat rood, hè? Ja, dus we gaan voor rood. Oké. Nou, in rood heb je daar dus harten en ruiten in. Welk symbool zou je daar dan in doen? Ik denk harten. Dat wist ik. Ik voelde het. Ja. Ik heb nog gaven dan, Frits. Oké, dus hebben we rood hart. Frits, wil jij hem afmaken? Of zeg ik, nee, laat ze met z'n tweeën maar beslissen. Oké, dan hebben we dus rood, we hebben harten. Dan hebben we hier de aas. Gaan we nu de waarde bepalen van de hartkaart. Hier de aas. En dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De boer, de vrouw, de koning. Tussen de koning en de aas geven we nu een waarde. Hoeveel? Wat zullen we doen?
Ja, het overleggen, dat is heel erg lastig voor mij, maar... Nee, kom maar. Zullen we gewoon voor de vrouw gaan? Voor de vrouw, ja, dat vind ik een goeie. Oké, dus we hebben rood, harten, vrouw. Ja. Mijn favoriete kaart, ik heb hem hier omgedraaid zitten in het spel. Ik zal hem eventjes zo laten zien. Ik heb maar één kaart omgedraaid zitten. Zij zit een beetje bovenaan. Oh, ja. Het is er echt maar één. Ja. Is het rood, harten, vrouw? Oh, gek. Ik denk het wel. Ja, verdomd. Ja. Ja, ik wist het gewoon. Ja, leuk. Kom eens. Maar dat betekent dat wij het ook kunnen. Ja. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja, nee. Ja, nee, dat is... Maar dus nou is natuurlijk maar de kijk, grote je zag mij al inderdaad ja. Sturen. Dus maar leg eens uit, hoe doe je dat? Dat kan ik niet. Nee, sorry. Ik had ook gewoon de twee kunnen zeggen. Natuurlijk. Ja, als je twee had, dan was het misschien. Want ik weet dat jij dacht dat wij wel eens dachten dat jij bang zou zijn. Dit moet nou zo eenvoudig lijken, maar dit kost ook ontzettend veel tijd om dit te leren voor jou. Dit is oefenen, doen. En het is ook landgebonden. Ik bedoel, iemand uit... Ja, is het landgebonden? Ja. Bijvoorbeeld in Dubai heb je 200 nationaliteiten die daar zitten in die stad. Iemand uit Pakistan en India, die reageren heel anders. En daar heb ik echt het opnieuw moeten leren. Hè, dus ik heb bijvoorbeeld, wij Westelingen in het noorden, als je tegen een man vraagt, noem een kaart, die zal vaak een plaatjeskaart nemen en een hoge kaart. Dus een schop, meestal zwart en een plaatje. En als je het aan een vrouw vraagt, noem een complete kaart, is het toch vaak een harte zeven. In die stad. Maar dat weet je dan, dat schiet je van tevoren al in? Maar ja, dan nog steeds heb je de goede kaart. Ik bedoel, nu wel. Maar heb je hier altijd 100% voor mee? Nee. Dat is zijn gewoon hartstikke goed. We zijn helemaal voorspelbaar. Ik zal het een beetje uitleggen hoe het werkt. Kijk, ik maak natuurlijk als mentalist een mix van allerlei technieken, waaronder NLP en zo. Maar ik zeg het altijd als iemand zegt, ja, hoe zit het dan? Dan zeg ik altijd van, luister, stel je zit in theater, of je daar zit met 3 man of met 1000 man. Als er 1 iemand naar binnen komt en schreeuwt brand, 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 kunnen er maar 3 oplossingen zijn. Je hebt mensen die verstijven. Je hebt mensen die direct van de stoel springen en dwars door iedereen de nooduitgang gaan. En je hebt mensen die het proberen op te lossen. Meer smaken zijn er niet. Dat, als mentalist doe je dit soort dingetjes ook. Dat mix je, dat doe je en dan hoop je dat uitkomt. En zelfs 50% kans, als ik al een zonnetje en alleen een bootje had getekend, dan was dat ook al goed geweest. Meestal heb ik aan het eind van de show heel veel antwoorden gekregen op vragen. Deze show eindig ik met meer vragen dan dat ik ben begonnen. Maar mijn laatste vraag die ik elke week stel, die stel ik ook gewoon aan jullie. Dat is namelijk de vraag, wat staat er voor aankomende week bij jullie in de agenda? Iets wat er niet uit mag, iets waar je naar uitkijkt. Saskia. Ja, wethoudersagenda week is altijd heel erg vol met heel veel verschillende dingen. Dus ik ga van school openen, maar ik ga ook Eurocommissaris Sefcovic ontmoeten, die in het kader van een stedenconferentie naar Rotterdam en Den Haag komt deze week. En ik ga met Economic Board, dat zijn bedrijven uit de provincie en kennisinstellingen, vergaderen in Leiden en nog een heleboel andere dingen. Dus ik heb weer een hele volle diverse agenda. Ja. Fred. Nou, spannend. Wij gaan straks in Parkland Café 4 uur lang tv maken. Kijk. Dus ik heb nog een avondje voor de boeg. Ja. En wat er absoluut niet uit mag is, dinsdag ga ik een filmpje maken, een verslag maken van een heel mooi Haags bedrijf, de Haag Groep. Oké, okay, ja. En, ja. 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 Dat vind ik heel mooi. Heel mooi bedrijf. Heel goed. Research. Hele drukke agenda. Duitsland, Frankrijk, Spanje en Dubai. En dan ook nog allemaal in 1 week? In 2 weken nu. Maar dus als het deze week is, dan is het Dubai en Duitsland. Heel goed. En ik ga vrijdag naar RuPaul's Drag Race. Dat kent u misschien niet van Omroep West, maar misschien wel van OutTV. En zondag 3 december ben ik er natuurlijk bij in Diligentia bij Fred. Eerst nog de uitzending van volgende week. Dan aan tafel CDA-fractievoorzitter en leider Sybrand Buma. Presentator Jochem van Gelder. Hij gaat volgende maand het nieuwe programma Later als ik groot ben presenteren. En Maarten Edixhoven, en dat is de CEO van Aegon Nederland. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons elke week volgen op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. En ik zou zeggen, probeer thuis nog eens een keer te doen wat Richard ook doet. Als je een keer een opname wil bijwonen, mail dan frits@omroepwest.nl en meld je aan. Graag tot volgende week. Dag. Dankjewel, hè.